Hallo, wij zijn hier vandaag in de pannen om het strand op te ruimen. Wij ruimen het strand op om aan te tonen hoe erg het gesteld is met onze zeeën. Jaarlijks verdwijnt er nog steeds meer dan 8 miljoen ton plastic in onze Noordzee. Clean Beach Cups zijn enorm belangrijk om het bewustzijn bij mensen echt te verhogen. Het is echt super hoeveel mensen dat er vandaag hier op het strand aanwezig zijn om te helpen opruimen, om die plastic uit het milieu te halen, zodat die niet in de Noordzee terechtkomt. De enige manier om dit aan te pakken is grensoverschrijdend. Er staan geen grenzen op de zee, dus de zee is eigenlijk de snelweg die alle continenten met elkaar verbindt. En helaas is er op dit moment geen enkel strand meer ter wereld waar er geen plastic ligt. We gaan hier niet alleen bij houden. Het is natuurlijk een problematiek die niet alleen wordt opgelost door vandaag hier een dagje het strand op te ruimen. We gaan echt ludieke acties doorheen het jaar om echt die bewustmaking rond die plastic soep veel harder naar voren te laten komen. Dus we gaan, ja, je gaat nog zeker van ons horen. Vandaag mochten wij meer dan 2500 vrijwilligers ontvangen over de Belgische kustlijn. Die hebben samen meer dan 5 ton afval van het strand opgeruimd. En wij hopen dat deze actie heeft bijgedragen tot een duurzamere mindset voor de toekomst.